Kun je jezelf even kort voorstellen? Ja, ik ben Sineke, ik ben 17 jaar en ik kom uit Nijmegen. Ik zing zo 2 jaar nu. En ja, door deze stap te zetten krijg ik heel veel ervaring. En ook van Marianne, dat ze me heel goed helpt overal bij. Dus ja, echt super. Hoe helpt Marianne jou erbij? Nou, ze gaat overal met me naartoe, dus ik hoef nergens alleen naartoe, omdat ik nog niet echt weet hoe deze wereld helemaal in elkaar zit. En ja, daar helpt Marianne me heel goed bij. En Marianne, hoe doet Sineke het? Nou, als ik van tevoren niet had geweten hoe zij het zou doen, dan had ik me helemaal niet bemoeid met Sineke. En ik heb het al eerder verkondigd. Ik ben betoverd 1,5 jaar geleden door haar stemgeluid, door haar persoonlijkheid. En toen was het nog maar een heel piepjong meisje. Dan nog een paar maandjes, ze is 18. En ik geloof echt in haar. Want anders dan doe ik gewoon vandaag helemaal niet mee. En dan zou ik me ook niet zo druk maken over alle dingen, hoe alle dingen nu in zijn werk gaan. Van kleding, de opnames. Ik wil er ook graag bij zijn. Ik vind het zo leuk om te doen, omdat ik weet dat hier een talent naast me staat waar Nederland recht op heeft. En daarom wil ik dat alles heel goed gebeurt. Nou ja, en inmiddels ben ik door de wol geverfd, dus ik weet zo ongeveer wel wat wel moet of wat niet moet. En Sineke moet zich er prettig bij voelen. Die moet alleen lekker zingen en met jullie praten voor een camera. En zich niet druk maken over regeltjes. Wat wel mag, wat niet mag. Platencontracten. Dat wil ik heel graag voor haar doen. En we zijn lekker op weg. Ja. Hey Sineke, waarom gaan jullie nou juist het Nationaal Songfestival winnen? Ik denk omdat wij ook de leukste versie hebben. En ja, ik denk dat bij onze versie het heel goed uitpakt bij Nederland. Waarom? Dat mag ik nog niet zeggen, denk ik. Dat zien jullie 7 februari. Kun je al een klein stukje ervan zingen, van het nummer? Nee, hè? Nee, we moeten het echt geheim houden tot 7 februari. Hoe schat je je kans in? Nou, ik heb nog niet iedereen echt horen zingen. Ja, vandaag dan een klein stukje, maar daar kan je nog niet zo heel veel uit halen, denk ik. Dus, ja. Dus je kunt ook verder nog niet inhoudelijk ingaan op het nummer, wat je eraan gaat aanpassen. Nee, dat is nog geheim. Oké, nou spannend. Ja. Nu is er natuurlijk wel veel te doen over het nummer. Wat vind je van de kritiek die er is op het nummer? Nou, het lijkt mij hoe meer kritiek, hoe beter het is, denk ik. Want ja. Ja, ik vind het belangrijkst dat ik zelf en Marianne en ik het zelf een heel leuk nummer vinden. En ik zelf ook om het te zingen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. En nog een vraag aan Marianne. Waarom verbind jij je naam aan het Songfestival? Nou, in eerste instantie was dat niet het geval. Ik wilde heel graag mijn naam verbinden aan Sineke. En toen kreeg ik het verzoek om mee te doen aan het Songfestival. En dan is dit een hele mooie kans. En natuurlijk heb ik eerst met Sineke gesproken. Wat vind jij ervan? Want er komt toch er komt toch nog wel meer. En het is een prachtige kans om te laten horen wat je kan. En wat een ervaring kan je opdoen. En het is natuurlijk ook wel heel, heel eng, want het is niet zomaar iets waar je aan meedoet. Nou, daar hebben we het ook heel lang over gehad. Je krijgt gelijk van nul, word je echt in diepe geworpen. Hè? Dus weet goed waar je aan begint. Al die pers vandaag al, en Sineke is niet een artiest die al een paar jaartjes meedraait, clipjes heeft gemaakt. Ze doet af en toe een optreden. Toen ze 14 was, heeft ze in een leuk studiootje ergens een albumpje gemaakt, maar alleen gewoon voor de leuk. En dan vandaag gebeurt dit. En dit is nog maar het begin. Ik veronderstel dat het allemaal nog groter groeit. Maar ik heb het gevolgd en ze is geboren voor het vak. Ik zit er geen minuut over in de war. Hoe ga jij je de komende maanden voorbereiden? Ik stel me even rustig op. Dus ik ga me niet zenuwachtig maken om dingen. Want ik denk dat het hoort erbij, maar ik denk dat het niet nodig is. We hebben het nu heel druk met voorbereidingen voor 7 februari. En ik ben nu nog helemaal niet zenuwachtig. Ja, vandaag dan wel, omdat dit zo groot gebeuren is. En dit is voor mij ook de eerste stap. Maar ik ga er wel goed mee om.
Oké, veel succes. Dankjewel. Dankjewel.